Ik heb jullie veel te vertellen, dus ik ga er direct aan beginnen. Heterogeneous integration of indium arsenide, gallium arsenide, quantum dot lasers on silicon photonics. Als ik dat zo voorlees, dan zegt jullie dat waarschijnlijk heel weinig. Nu, het volgende klein uur ga ik proberen om uit te leggen wat ik precies gedaan heb en ook waarom dat ik dat gedaan heb. Toch ook niet onbelangrijk. We gaan er direct in vliegen. Nu, de reden dat wij hier allemaal samen zijn, is het internet. En zonder het internet, dan hadden jullie nu allemaal niet naar mijn verdediging kunnen kijken. En dat internet, dat doet nogal wat. Als we nu bijvoorbeeld kijken dit jaar, in 2020, wat er gebeurt op 1 minuut. Dus je kijkt over het internet, over de hele wereld, wat dat er op 1 minuut zo gemiddeld verstuurd wordt. Dan zien we dat er in 1 minuut ongeveer 4,1 miljoen vragen gesteld worden aan Google. Er worden ook bijna 60 miljoen berichten verstuurd via WhatsApp of via Messenger. Er worden 4,7 miljoen YouTube-filmpjes bekeken. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Hè. Dus, en dat is allemaal in 1 internetminuut. Dus er gaat ongelooflijk veel informatie over het internet. En nu, de laatste paar maanden met corona is dat alleen nog maar toegenomen. Ze hebben ongeveer een stijging gezien van 30-40% van de hoeveelheid informatie die over het internet ging. Eigenlijk gewoon van dag op dag. Terwijl normaal gezien is dat de soort stijging dat je hebt in 1 à 2 jaar, is nu zomaar opeens van dag op dag gebeurd. Nu is de vraag natuurlijk, hoe kan dat? Hoe kan dat dat het internet in staat is om op 1 minuut 4,7 miljoen YouTube-filmpjes rond te sturen? Wel, het hele korte antwoord daarop is, wel, dat is dankzij laserlicht. En dan kan ik ook heel kort samenvatten wat ik heb gedaan in mijn doctoraat. Wel, ik heb lasers gemaakt. Nu, er valt uiteraard wel wat meer over te zeggen, dus daar gaan we daar toch een keer dieper op ingaan. Nu, licht gebruiken voor communicatie, dat is niet nieuw. Dat gebeurt al heel lang, al eeuwen gebruiken ze licht voor communicatie, optisch licht voor communicatie. Bijvoorbeeld de Indianen, maar ook de Chinezen op de Chinese muur gebruikten rooksignalen om met elkaar te communiceren. Je had bakens, die vuurtorens die op toppen van bergen stonden, zodanig dat berichten over lange afstanden konden worden doorgegeven. Dit is jaren 1880, dat is Graham Bell. Die kennen jullie wel, van de telefoon. Wel, die had ook, en dat, hij dacht eigenlijk zelf dat zijn belangrijkste uitvinding was, dat was de fotofoon. Dat werkte eigenlijk zeer gelijkaardig aan een telefoon, maar als hij sprak, dan werd dat omgezet in een lichtsignaal. En ook nu zien we nog altijd veel optische communicatie, bijvoorbeeld sirenes. Sirenes is geluid natuurlijk, maar de zwaailichten op ambulances, vuurtorens die boten waarschuwen. Dus optische communicatie is eigenlijk overal. Nu, optische communicatie die ongelooflijk veel impact heeft op onze maatschappij, maar die we minder zien, is de communicatie van het internet via licht. Op het einde van 1980, zo het begin van 1990, dan is het internet eigenlijk ontstaan. En hoe was dat mogelijk, dat internet? Dat kwam omdat ze data, informatie, konden versturen via glasvezels. Dus iedereen weet dat je elektriciteit kunt door koperen baantjes sturen. Hè? Door elektriciteitskabels kun je elektriciteit sturen. Wel, met licht kun je eigenlijk hetzelfde doen, maar je stuurt dat door een glasvezelkabel. Dat licht zit daarin opgesloten en dat wordt op die manier verstuurd. En nu konden ze via koperen baantjes, als je daar over heel lange afstand informatie wou versturen via elektriciteit, dat ging niet, daar zat te veel verlies op. Maar wat hadden ze nu ontdekt, op het einde van de jaren 80, dat je dan wel heel ver informatie kon versturen via glasvezels. Dus, en dat is nog altijd, tot op heden ligt er eigenlijk een heleboel van die glasvezelkabels op de bodem van onze zee, die alle continenten met elkaar verbinden. Dit is een kaart van 2020. En momenteel ligt er ongeveer 1,2 miljoen kilometer kabel in onze zee. Dus als ik bijvoorbeeld een vergadering doe met iemand die in de Verenigde Staten zit, dan gaat mijn beeld door zo'n kabel volledig onder de zee naar de Verenigde Staten en vice versa. Dus dat was heel belangrijk voor het internet om te kunnen werken, de ontdekking van de glasvezelkabels.
Nu, ook belangrijk, en recent belangrijk en belangrijker, zijn de datacenters. Dat is eigenlijk het hart van het internet. Want als nu bijvoorbeeld mijn dochter, als die op Netflix naar een filmpje van Paw Patrol kijkt, dan staat dat filmpje effectief ergens fysiek opgeslagen. Dat zweeft niet ergens in de cloud, al laat de naam dat soms vermoeden, dat staat ergens fysiek op een computer opgeslagen. En al die computers, waar nou al die informatie op staat, al die films die we kunnen zien op Netflix, maar ook alle Wikipedia-pagina's, elke website, die staan ergens fysiek samen en die locaties waar dat die samen staan, dat noemen we datacenters. En daarom kunnen we die eigenlijk beschouwen als het hart of het geheugen van het internet, zo gewild. En nu, in die datacenters, er is ongelooflijk veel informatie, gebruiken ze ook licht om te communiceren. Dus dit is zo'n tekening van een datacenter. En in een datacenter gaat er eigenlijk 5 keer meer informatie rond dan over gans de rest van het internet samen. Dus dat beweegt de hele tijd heen en weer, in en uit het datacenter, tussen de verschillende servers in het datacenter. En als je dan bijvoorbeeld een keer inzoomt op zo'n ene server, dan zie je in die servers zijn dat nulletjes en eentjes. Wat dat in de computer zit, zit dat opgeslagen als nulletjes en eentjes. En dan moet dat worden omgezet naar lichtsignalen, die je dan kunt verder rondsturen overal naartoe via glasvezelkabels. Dan zie je dat nog een keer. Dat is zo'n omzetting, en dat noemen we een optical transceiver. En die gaat dat omzetten. Ik ging weer eventjes mijn muis kwijt. Die gaat dat omzetten. Dus die nulletjes en eentjes, die worden allemaal omgezet in licht. Nu kunnen we een eerste vraag, een terechte vraag is, voor onder de oceaan kunnen stellen, ja, we hebben licht nodig en geen elektriciteit, maar in die datacenters, dat zijn toch geen lange afstand. Waarom moeten we dat eigenlijk met licht doen? Waarom kunnen we dat niet gewoon via elektriciteit doen? Alla. Als we een keer kijken, dan kunnen we hier zien een signaal, of dat nu een elektrisch signaal is, of een lichtsignaal, dat wordt gekenmerkt door een frequentie. Dat is een bepaald getal. Nu, elektriciteit heeft een veel lagere frequentie. En als we nu informatie op dat signaal willen zetten, dan kunnen we dat, stel ik dat hier nu voor, als zo'n bergje. Maar omdat elektriciteit maar een lage frequentie heeft, kan daar niet zoveel informatie op. Licht daarentegen heeft een grotere frequentie, dus daar kan veel meer informatie op. Hoe kun je dat voorstellen? Dat een elektrisch signaal, dat is een auto. En je steekt die koffer vol met informatie. Terwijl als je een lichtsignaal kunt gebruiken, dat is een camion. Daar kun je veel meer informatie meegeven met één signaal. Dat is al een eerste voordeel van licht gebruiken. Je kunt veel meer informatie meegeven. En dan hebben we nog een tweede voordeel. Als je over een koperen kabel een auto stuurt, daar kan maar één auto per keer op passeren. Dat is nu een beetje kort door de bocht, maar typisch, dat kan maar één auto per keer passeren. Dus die auto's moeten achter elkaar rijden. Terwijl op uw glasvezelkabel, daar kunnen die camions, als je die een andere kleur geeft, dan kunnen die gewoon allemaal naast elkaar rijden. Met andere woorden, als je informatie verstuurt over een glasvezelkabel, dan heb je een kolonne camions die naast elkaar kan rijden. Dus je ziet zelf direct dat je daarom met licht veel meer informatie tegelijkertijd kunt sturen dan dat je kunt doen met je auto, met je elektriciteit. Volgende vraag die we ons kunnen stellen is, we zijn het erover eens dat licht een goede manier is om informatie te sturen. Maar volgende vraag is, is elk licht goed? Of hebben we bepaalde eisen voor dat licht? Nu, uiteraard hebben we eisen voor dat licht. Dat moet namelijk laserlicht zijn. En laser, weinig mensen weten dat, maar eigenlijk is dat een afkorting. Dat staat voor Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Nu, ik ga in deze presentatie niet ongelooflijk diep ingaan op hoe dan een laser werkt, maar ik ga het een beetje simplistisch uitleggen. En je kunt dat eigenlijk op deze manier voorstellen. Een materiaal, en je hebt een materiaal nodig dat licht kan maken. En in dat materiaal dat licht kan maken, daar zitten bolletjes in. Dat zijn de ladingsdragers. En die kunnen die in rustige toestand zijn, dan zitten die op dat onderste lijntje. Dan hebben die niet veel energie, die zijn rustig. Maar als je op dat materiaal, als je daar bijvoorbeeld een batterijtje zou aanhangen of stuurt daar elektrische stroom door, dan kunnen een aantal van die ladingsdragers naar boven komen. Dan hebben die energie. Als er nu een golfje gepasseerd,
hoofd, dit is ons licht. Het licht wordt vaak voorgesteld door golfjes. Als er nu een licht passeert en dan komt zo een ladingdrager tegen die vol met energie zit, dan kan dat golfje zeggen, hé hey jong, relax een keer, ga een keer naar beneden. En die ladingdrager wordt door dat licht gestimuleerd om naar beneden te gaan. En de energie die hij dan afgeeft, daar maakt die golf een vriendje mee. En dat vriendje, dat is exact hetzelfde als dat hij is. En dat is belangrijk. Bij het maken van laserlicht krijg je allemaal golven die exact hetzelfde zijn. En dat heeft veel invloed op de eigenschappen van die laser. Als we nu een keer kijken, eerst dan vooral is die laser monochromatisch. Ik ga uitleggen wat dat wil zeggen. Dus we weten allemaal dat er veel verschillende kleuren in licht zitten. Als je rondkijkt, je hebt groen licht en geel licht en rood licht. Maar er zijn ook kleuren die we niet kunnen zien. In het UV, daar verbranden we van, maar dat zit ook in ons licht. En langs de andere kant hebben we ook het infrarood, dat is wat we typisch op warmtecamera's en zo zien. Nu, de meeste natuurlijke lichtbronnen die we hebben, de meeste lichtbronnen te koer die we hebben, die hebben heel veel verschillende kleuren in hun licht. Bijvoorbeeld de belangrijkste lichtbron, de zon. Als we zien, daar zitten heel die zwarte lijnen, dat is allemaal kleuren. Dus al dat visible licht zit daarin. Daar zit blauwe en gele en rode in. Dat zien we bijvoorbeeld als we een regenboog zien. Dat is eigenlijk de zon die opeens toont dat er toch verschillende kleuren in de zon, in het zonlicht zitten. Maar daar zit ook UV-licht in, dat ons laat verbranden. En de zon geeft uiteraard ook warmte, dat is het infrarood licht. Kijken we dan naar de gloeilamp, dan zien we in de gloeilamp dat ook al die kleuren erin zitten. Wel meer rood dan blauw, daarmee dat gloeilamplicht typisch als warm licht wordt beschouwd. En we zien dan in de gloeilamp zit er eigenlijk vooral heel veel infrarood licht. Dat genereert heel veel warmte. Dat is dan ook de reden waarom we die gloeilampen niet meer gebruiken. Hè, omdat die eigenlijk niet efficiënt zijn. Een meer recenter licht is dan de blauwe led. Hè, dat de ledverlichting. Dat is dan door mensen zo gemaakt dat blauw licht uitstuurt. Dat zit als je ledlampen in auto's, bij televisies die zo licht geven langs achter, of de ledschermen bijvoorbeeld op het voetbalstadion van Gent. Daar zitten allemaal blauwe ledverlichting in. Nu, lasers, die zijn anders. Lasers, die zijn anders. Wacht, er is eventjes iets vreemd gebeurd. Aha, lasers die zijn anders. Lasers hebben maar weinig kleuren. Eigenlijk hebben lasers maar één kleur, om correct te zijn. Dit is de groene laserpointer. Dus je ziet al die anderen, die zijn breed. Terwijl de laser, dat is één lijn, dat is één kleur. Ah ja, want als je je herinnert hoe dat laserlicht gemaakt wordt, dat is dat golfje dat een exacte kopie van zijn eigen gemaakt heeft. Dus al die golfjes hebben exact dezelfde kleur. En als we dan kijken, de laser in dit werk, die zit hier op 1310 nanometer. Waarom zit die op 1310 nanometer? Omdat dat een golflengte is die je heel goed kunt versturen over die glasvezelkabels. De kabels waardoor je licht gaat versturen. Nu, we weten al, oké, laser heeft één kleur, dat is belangrijk. Dan is er nog iets speciaals aan laserlicht. Namelijk, als we nu naar onze golfjes kijken die uit die laser komen, die golfjes die bewegen allemaal in dezelfde richting. En die gaan allemaal op hetzelfde moment naar omhoog en terug naar beneden. We zeggen dat die laser in fase is. Als we nu naar een rode led kijken, dus die geeft eigenlijk diezelfde rode kleur als die laser, dan zie je dat al die golfjes in verschillende richtingen gaan en op verschillende momenten naar boven en naar beneden. Hoe kunnen jullie dat nu eigenlijk voorstellen? De laser, dat is een orkest met een dirigent. En iedereen speelt zijn partituren en een dirigent die zorgt dat al de mensen perfect op de maat spelen. Dus je gaat op het einde mooie muziek horen. Terwijl die een led, dat is datzelfde orkest. Dus dat zijn nog altijd goede muzikanten, maar er staat geen dirigent meer voor. En ze zien en ze horen elkaar niet, dus ze spelen allemaal hun partituren, maar ze zijn op verschillende momenten gestart, dus dat is volledig in de war en je gaat daar geen muziekstuk meer in horen. Dus dat is ook belangrijk als je informatie wilt versturen. Als je informatie wilt versturen en je wilt op het einde hem er nog kunnen uitlaten, dan heb je dit nodig. Dan heb je die schone golfjes nodig die in fase zijn met elkaar. Anders is die informatie in de war en dan kun je hem er niet meer uithalen. Voilà, dus dat weten we al. Licht, want dat zijn kamions. En lasers, want anders raakt de informatie in de war. Nu, hoe gaan we die informatie dan eigenlijk daarop krijgen, op dat laserlicht? Want als ik gewoon schijn met een laserpointer, dan zit daar toch geen informatie op.
Nu, zoals de meeste toestellen, moet een laser om te werken, moet je daar ook stroom naartoe sturen. Of moet daar een batterij aan hangen. En als je daar stroom naartoe stuurt, gewoon de hele tijd dezelfde stroom, dan komt daar de hele tijd dezelfde hoeveelheid licht uit. Maar stel nu dat we in plaats van daar gewoon de hele tijd dezelfde hoeveelheid stroom naartoe te sturen, dat we daar nu onze stroom gaan opzetten of afzetten. 1 of 0. En 1 of 0, dat herkennen we weer, want dat is hoe dat informatie in computers zit opgeslagen. Nu, op dat moment, dan gaat het licht dat eruit komt ook 1 of 0 zijn. En op die manier hebben we nu informatie gezet op ons licht. We hebben elektrische informatie omgezet in lichtinformatie. Er zijn veel manieren om dit te doen. Dit is de meest simpele manier om dat te doen, maar het is altijd volgens hetzelfde idee. Nu hebben we dus één kamion gevuld met informatie. En als we onze kolommen van kamions willen, dan moeten we dus lasers maken met allemaal verschillende kleuren. We gaan allemaal informatie gaan opzetten en we voegen die kamions dan allemaal samen. En dan kan die kolonne kamions in onze glasvezelkabel gaan en zo verder rijden met alle informatie erop. Nu is er ook nog een tweede manier om dat te doen. We zouden ook een laserbron kunnen maken die verschillende kleuren geeft. Nu, dat is dan niet een breed spectrum, dat zijn dan individuele lijntjes die nog altijd alle eigenschappen van die laser hebben. Allemaal in dezelfde richting, allemaal op hetzelfde moment naar boven en naar beneden. En dan, wat kunnen we dan doen? Dan gaan we eerst die lijntjes, die komen nu allemaal uit één laser, gaan we die splitsen in hun kleuren en gaan we daar achteraf de informatie opzetten. En dan kunnen onze kamions vol lichtinformatie kunnen dan weer in de glasvezel gaan. Dus dat zijn de twee manieren. En dat is een beetje afhankelijk van de toepassing en van de eisen van de toepassing, welke van die twee manieren dat je gaat gebruiken. Want dat zijn twee, de ene laser moet maar één kleur uitsturen en deze laser die moet veel kleuren uitsturen. En altijd weer om licht ongelooflijk veel informatie tegelijkertijd te kunnen sturen via uw glasvezelkabel. Oké, dus dat weten we. Nu moeten we terugdenken waarom dat we die willen gebruiken. We willen dat gebruiken in onze datacenters. Dus dat wil zeggen dat er nog een aantal extra vereisten zijn waaraan dat onze laser moet voldoen. Namelijk, die datacenters, dat is typisch, dat is de grootte van 1, 2, 3, 4 voetbalvelden. Dat gaat over ongelooflijk veel van dat soort chips die computersignalen omzetten in licht. We spreken niet van 100, niet van 1000, we spreken echt van miljoenen van dat soort chips. Dus eerst en vooral, als je een technologie ontwikkelt, dan moet je zorgen dat je die technologie kunt produceren op grote schaal. En dat mag ook niet te veel kosten. Dat moet kostenefficiënt zijn, want anders gaan ze dat nooit aankopen. Nu, het is ook belangrijk dat als je zo'n laser maakt, en zou zo'n laser kunnen maken, de grootte van een schoendoos bijvoorbeeld, maar als je een miljoen schoendozen daar allemaal aan die computers moet hangen, dan zijn je datacenters direct 10, 20 keer groter nog, wat absoluut niet wenselijk is. Dus je wilt dat dat klein is, je wilt dat dat compact is, en de maatstaf dat ze daarvoor gebruiken is de bandwidth density, en dat zegt eigenlijk per oppervlakte chip moet er heel veel informatie uitkomen. Je moet zoveel mogelijk informatie eruit krijgen per oppervlakte chip. En dan is er nog een laatste voorwaarde. En dat heeft te maken met de temperatuur. Als je computer de hele tijd aanstaat en je voelt daar een keer aan, dan ga je zien dat die computer dat die warm heeft. En die gaat staan blazen om af te koelen. Nu moet ik er denken in zo'n datacenter, als er daar tienduizenden computers allemaal staan te draaien. Dat wordt daar warm, dat wordt daar heel warm. Dus dat moet actief, ze gaan dat koelen, ze gaan daar ook airco op zetten, zodat dat koud blijft. Maar als je nu een chip kunt maken, die werkt bij 60 graden, bij 40 graden, bij 80 graden, bij 100 graden, dan moeten ze veel minder hard afkoelen. En dat wil zeggen dat je veel minder energie verbruikt om je datacenter te laten draaien. Wat dat ook positief is, zeker met het klimaat in gedachten, hoe minder energie dat je verbruikt, hoe beter. Dus je moet een chip maken die werkt bij een hoge temperatuur. Voilà. En dan komen we terug bij de initiële titel van mijn doctoraat. Want dus we weten nu, we moeten een chip maken die met lasers op, die elektriciteit kan omzetten in licht. Die moet klein zijn, die moet op grote schaal kunnen maken en die moet tegen hoge temperatuur kunnen. Nu, het eerste stuk, we gaan nu een keer de titel overlopen en we gaan zien hoe al die delen van die titel, hoe dat die daar nu aan voldoen. Eerst en vooral zien we silicon photonics staan. Nu, silicon,
Dat is waarschijnlijk een woord dat jullie kennen, al was het maar omdat je al gehoord hebt van Silicon Valley, hè, waar dat er veel geld verdiend wordt in Californië. Nu, waarom kennen we silicon? Omdat silicon, dat is eigenlijk het materiaal van de elektronica. In al jullie computers en gsm's en zo zitten silicon chips. Geen silicon photonics chips, maar gewoon elektronica chips, want die zijn ook gemaakt van silicon. Dat is de CMOS-industrie, zeggen we. Nu, wat wil dat zeggen? Die industrie, die bestaat. Die bestaat al, op grote schaal bestaat die al. Dus met andere woorden, als wij datzelfde materiaal kunnen gebruiken, dan kunnen wij gebruik maken van die industrie die er al is. Dus als we dan moeten massa produceren, dan hebben we eigenlijk al de omgeving daarvoor. Nu, dat is niet het enige voordeel van silicium. Silicium, silicon, is ook gewoon zeer goed om licht te manipuleren op een chip. Dus als we zo eens kijken, dit is nu een grote wafer en daar staat vol met siliciumchips, dat is zo typisch 20 of 30 centimeter in de diameter. En daarop loopt dat vol met kleine baantjes waar we het licht in kunnen rondsturen. Als je nu hier naar kijkt, hier staat zo dat wit balkje, 10 micrometer. Menselijk haar is ongeveer 5 tot 10 keer groter dan dat balkje. Dus als je denkt hoe groot dat je haar is en je ziet dat balkje, dan zijn die baantjes waarin dat we dat licht opsluiten, zijn dus heel erg klein. En daarmee kunnen we dat rondsturen op die chip. Wat kunnen we daar nog mee doen? We kunnen dat splitsen of samenvoegen. Ik heb daarnet getoond dat je lasers maakt van verschillende kleuren en je doet al dat licht dan samen. Wel, dat kunnen we ook in die chip kunnen we dat ook doen. Dan kunnen we het licht moduleren. Ik heb daarnet gezegd van oké, je hebt je licht, je kunt daar informatie op zetten. Dat is ook iets wat onze siliciumchip kan doen. We kunnen dat licht eruit koppelen en we kunnen dat er weer in koppelen. Dus dat kunnen we allemaal doen met onze siliciumchip. Maar er is één probleem. Siliciumchips zijn heel goed op het moment dat er licht in zit. De moeilijkheid is er licht in krijgen. Want silicium, dat heeft geen laser. En dan komen we aan het tweede deel van onze titel, namelijk heterogeneous integration of lasers on silicon photonics. Dus wat gaan we doen? We moeten lasers op onze siliciumchip krijgen. Nu, dus we hebben gezegd, silicium heeft geen laser. Heel kort, waarom is dat eigenlijk? Als we nog een keer ons bolletjes terug gaan halen om licht te maken. Bij silicium staat dat niet recht boven elkaar. Dus als er hier een lichtgolfje voorbij passeert en die zegt tegen dat hoog energetisch bolletje van allee jong, ga ik je naar beneden, dan zegt dat bolletje nee, dat gaat niet. Want dat bolletje dat wil niet schuin springen, dat kan alleen maar recht naar beneden springen. Dus met andere woorden, dat lichtgolfje dat kan geen vriendje maken, dat kan geen extra golfje maken, dus er gaat ook geen licht gegenereerd worden, er is geen laser. Nu is er materiaal dat heel geschikt is om licht te maken. En dat is wat we noemen het 3-5 materiaal. Waarom wordt dat 3-5 materiaal genoemd? Omdat dat altijd bestaat uit een element uit kolom 3 van de tabel van Mendeleev en een element uit kolom 5 van de tabel van Mendeleev. En als we die combineren naar indiumfosfide, galliumarsenide, galliumnitride, galliumantimonide, dan kunnen we licht maken. Galliumnitride bijvoorbeeld, dat is wat dat gebruikt wordt voor die blauwe led van daarnet. Want hier staan die bolletjes wel boven elkaar. En als ons lichtgolfje nu passeert en zegt, allee, ons spring ik hier naar beneden, dan gaat dat perfect lukken en dan hebben we twee identieke lichtgolfjes gekregen. Dus, wat gaan we doen? We gaan die twee dingen combineren. Want silicium is perfect een heel goed materiaal om uw licht te manipuleren. 3-5 is een heel goed materiaal om uw licht te maken. Nu natuurlijk, we moeten wel onthouden dat we een oplossing willen die we op grote schaal kunnen produceren, die klein moet zijn. Dus we gaan niet gewoon twee chips naast elkaar zetten, nee, we gaan dat er echt bovenop zetten. En in de groep, in de onderzoeksgroep waar ik in werk, zijn er daar eigenlijk twee manieren voor. De manier die het al het langst bestaat is de weefverbonding. En wat gaan we daar doen? In een grote grijze cirkel hier, dat is onze siliciumwever, ongeveer 20 tot 30 centimeter. En dan gaan we die eigenlijk lijkt een pizza, beleggen met 3-5 wevers. We leggen die erop, overal op. En dan gaan we dat in de cleanroom, gaan we dat processen, zodanig dat die 3-5, dat er lasers komen op de plaat dat we dat willen. Dat is de eerste manier om dat te doen. Een tweede manier, een meer recente manier, is via transfer printing. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we onze 3-5 wever, dat is ons materiaal waar we licht mee kunnen maken, gaan we daar op voorhand, gaan we daar al lasers of een stuk van lasers gaan op maken.
En dan gebruiken we eigenlijk een stempel. En met die stempel pakken we een aantal op en zo kunnen we Hans, onze siliciumwever, volzetten. Die laatste, dat is heel interessant omdat je minder materiaal verliest. Je hebt minder verlies van materiaal. En dat is een waar we nu volop onderzoek naar doen. Nu natuurlijk, moet wel onthouden dat daar opzetten, dat steekt wel nauw natuurlijk. Hè. We gaan dat eigenlijk daarop lijmen met een lijm die BCB heet. En die lijm is 40 nanometer dik. Om nog een keer terug te gaan naar het haar, dat is 1000 keer dunner dan een haar. Dus 1000 keer dunner nog dan een haar, verschrikkelijk dun. En dan, waarom is dat belangrijk dat dat zo dun is? Omdat we natuurlijk, als we hier in ons 3-5 materiaal, als we daar licht maken, dan willen we natuurlijk dat we dat daarna in onze siliciumchip krijgen, in de baantjes op silicium. Dus dat moet daar dicht in de buurt zitten. Voilà, dus dat gaan we doen in dit doctoraat. En dan hebben we nog de laatste vraag, die kwantumdot. Want oké, ik heb daarnet die tabel van Mendeleev getoond, daar zaten veel materialen in. Ja, welk materiaal moeten we nu eigenlijk kiezen? Hè? Ah, wel, we gaan kwantumdots kiezen. We gaan kwantumdots kiezen, dus dat zien jullie ook, die zwarte balk, want dan zien jullie de quote hier niet. Ik weet niet hoe dat je nu precies moet uitdoen. Dus wat. We gaan kwantumdots kiezen. Ik ga niet in het super detail gaan hoe dat die kwantumdots werken. Aangezien dat meneer kwantumdot, niet meneer kwantumdot, maar meneer kwantummechanics, Richard Feynman, die zei al dat eigenlijk niemand echt volledig kwantummechanica kan snappen. Maar ik heb een analogie bedacht. De meeste materialen zien er eigenlijk zo uit. De meeste materialen zien er zo uit. Hè? Dus die mensen die daar lopen, dat zijn die bolletjes. Die groene bolletjes die van plaats moeten veranderen. En die kunnen rondlopen, die kunnen met elkaar babbelen, die kunnen elkaar tegenkomen, die kunnen van niveau veranderen. Maar bij kwantumdots is dat anders. De kwantumdots, dat is dit. Dit zijn de kwantumdots. De kwantumdots, dat is een gevangenis. Elk bolletje zit in zijn eigen gevangeniscel. Die kan niet rondlopen, die kan niet met een andere babbelen. Nu, wat heeft dat als gevolg? Dat niks wat dat buiten die box gebeurt, is eigenlijk belangrijk. Alleen wat dat er in die box gebeurt, is van belangrijk. Dus als dat buiten heel erg warm wordt, denk aan onze datacenters waar het heel erg warm wordt, gaat dat bolletje er eigenlijk geen last van hebben, want dat zit gewoon in zijn gevangenisje. Zo'n gevangeniscel, zo'n ene cel, is ook heel gemakkelijk gevuld. Dat wil zeggen dat we heel weinig, voor laserwerking moesten we die bolletjes energie geven. Wel, dat is makkelijk gevuld. We moeten daar maar heel weinig energie aan toevoegen en dat kan beginnen werken. En er zijn mensen van allerlei vormen en maten erin. Dat wil zeggen dat dat kwantumdot materiaal, dat dat inherent, voordat we daar een laser van gemaakt hebben, kunnen we dat gebruiken voor heel veel verschillende kleuren van te maken. Dus we kunnen lasers van heel veel verschillende kleuren maken. En dan hebben we nog de laatste, en die past niet in de analogie, daar ga je mij op mijn woord moeten geloven. Kwantumdot materiaal is heel goed voor hoge snelheidsoperatie, voor hoge snelheidswerking. Maar dat past niet in de gevangenisanalogie. Dus, voilà, we hebben gezien dat de titel van het werk voldoet aan de vereisten. En we hebben silicon photonics, zodat het schaalbaar is. We gaan onze lasers heel dicht bij ons silicon photonics zetten, zodat we blijven met iets dat klein is. En we gebruiken kwantumdots, zodat we hoge temperaturen, dat onze lasers nog werken bij hoge temperaturen. En dan, als je al een keer in mijn boek gekeken hebt, dan kom je eigenlijk aan mijn werk. Want wat hierin staat, dat zijn eigenlijk de 5 hoofdstukken in mijn doctoraat. Namelijk, op het moment dat ik begonnen was met mijn doctoraat, dan bestonden die lasers nog niet. Er was nog geen enkele kwantumdotlaser die effectief zijn licht kon koppelen in de siliciumchip. Dus we moesten die lasers gaan maken, dat licht moest naar het silicium gekoppeld worden. En dan hebben we verschillende lasers gemaakt. Dus als we nu een keer kijken, dit is hoe dat zo'n chip er dan eigenlijk uitziet. Dus als je, dit is 2 mm, dus zo'n chip. Al het paarse, dat is het silicium. Al die baantjes hier, dat zijn allemaal siliciumbaantjes. En dan al die gouden streepjes zo, die je daarop zet, elk gouden streepje is een laser die we daarop gezet hebben. Nu, dat goud zelf, dat is de contacten, dat is zodanig dat we er elektrische stroom in en uit kunnen sturen, maar onder dat goud zit dat kwantumdot materiaal. Dus als we een keer gaan kijken, we gaan nu een keer zo'n ene laser van dichtbij bekijken. Het geel is opnieuw ons silicium. Geel is ons silicium. En dan zien we hier ons 3-5 materiaal dat er bovenop zit.
En als we nog een keer dichter kijken, en dan kunnen we dat ook onder de microscoop kijken, dan zien we hier zo die blauwe lijn, dat is ons 3-5 materiaal. En daaronder zitten onze siliciumbaantjes. Die zitten daaronder. En we kunnen daar ook doorkijken. In onze cleanroom kunnen we van alles doen. We kunnen daar ook doorkijken. En dan zie je hier, zie je nu, dus silicium waveguide, maar nu doorgesneden. En dan daarboven zit opnieuw ons quantum dot materiaal. En dat stukje dat hier rood is aangeduid, dat is waar dat effectief de quantum dots zitten. En nu, hoe dat daar gemaakt wordt, daar heb ik een filmpje van gemaakt. Het gaat een beetje afhangen van de kwaliteit van het internet, hoe dat je het ziet. Ik hoop dat het allemaal goed gaat zien. Secondje. Oké, okay. Even afzetten. Zo,
Dus dat is hoe dat chips gemaakt worden. Ik hoop dat jullie het allemaal goed gezien hebben. Ik ga het sowieso ook wel op YouTube zetten als je het hier in betere kwaliteit wilt bekijken. Maar dat is dus hoe dat ze gemaakt worden in de cleanroom. En dan hebben we dat ook gedaan. En we hebben ook lasers gemaakt. En ik had gezegd, er zijn twee types lasers. Het eerste type dat we gemaakt hebben, dat zijn die lasers waar dat één kleurtje uitkomt. En dat zijn distributed feedback lasers, heet dat. En wat moeten we daarvoor doen? Daarvoor zetten we ons quantum dot materiaal, dat rode, dat zetten we op ons silicium. En in dat silicium gaan we eigenlijk gaan kiezen welke kleur dat eruit gaat komen. Deze dingen hier, die tanden eigenlijk, dat gedraagt zich als een spiegel. Geef toe, het ziet er niet uit als een spiegel, maar dat gedraagt zich als een spiegel. Een spiegel die alle kleuren licht gaat tegenhouden, behalve één. En die ene kleur die kan heen en weer botsen in de spiegel. En zodanig dat die alsmaar meer vriendjes kan maken, zodanig dat er met ongelooflijk veel licht van die ene kleur zit binnen die spiegels. En een klein beetje licht komt er dan uit en dat is ons laserlicht. Dus zo hebben we dan lasers gemaakt met twee verschillende kleuren. We hebben er gemaakt die rond 1300 zaten. We hebben er gemaakt die rond 1320 zaten. En als je ziet, je moet kijken, de verschillende kleurtjes hier, dat is gewoon bij verschillende temperaturen. Dus bij kamertemperatuur zien we hier de blauwe, de donkerblauwe lijn, zien we dat er inderdaad één lijntje is. En want de andere lijntjes zitten bijna 50 dB lager. En ook hetzelfde hier, we zien bij één lijntje. En dan hebben we gekeken, oké, wat doet die laser nu als we de temperatuur gaan verhogen? En dan zien we, deze werkt tot 60 graden. En bij 70 graden zien we dat hij niet meer goed werkt. En deze werkt tot 100 graden. Dus je mocht die laser koken en hij gaat nog altijd werken. Wat dat goed is voor onze datacenters, want dat was de bedoeling. Hè. Lasers die werken bij hoge temperatuur. Dan hebben we ook een keer gekeken, oké, als we nu de stroom veranderen die we naar die laser sturen, dat is uiteindelijk wat je doet als je er informatie op zet, 1 en 0, je verandert de stroom, wat gaat er gebeuren? We zien, oké, dat blijft altijd schoon één lijntje. Hier ook schoon één lijntje, behalve als je er echt veel stroom over zet, dan zitten we met een tweede lijntje. En dan, als we dan ook nog een keer kijken naar het uitgangsvermogen, als je zo eens kijkt naar zo'n grafiek, hier is de laser nog niet aan het werken en op het moment dat hij naar omhoog schiet, op dat moment komt er laserlicht uit. En we zien, oké, we hebben rond de 1 milliwatt vermogen en dat vermogen dat daalt natuurlijk wel een beetje als de temperatuur stijgt, maar die laser blijft goed werken. En we zien ook dat we daar niet zoveel stroom in moeten sturen. Dan moeten mij nu op mijn woordje geloven, maar we moeten daar niet veel stroom in sturen om die te laten werken. Dus dat is ook goed, dat is positief. Hè. Dat wil zeggen, onze quantum dot materiaal doen wat dat ze beloofd hadden. Nu, naast, we hebben die lasers gemaakt met één lijntje. We hebben natuurlijk ook geprobeerd om die lasers te maken die veel kleuren hebben. En dus nu hebben we één laser nodig, maar uit die laser moeten nu veel kleurtjes komen. En je ziet meteen, als je hier zo een tekeningsje van die laser ziet, dat dat een ingewikkelder laser is. Dus je ziet, een groter stuk van die laser is gemaakt met silicium. Dat is ook allemaal deel van de laser. Hier zitten spiegels op het einde. En ons materiaal zelf, dat is ook wat ingewikkelder. Er staan meer metalen contacten op, dat is een keer doorgesneden. Maar dat zal ons nu te ver leiden om dat hier allemaal uit te leggen. Maar die hebben we dus ook gemaakt. En als we nu kijken naar ons optisch spectrum, wat zien we dan? Heel veel lijntjes. Heel veel lijntjes. Dat was de bedoeling. Hè? We willen heel veel lijntjes hebben. En als we kijken voor het vermogen, dan zien we hier opnieuw, we zien de stroom. Hè? Hoeveel stroom dat we doorsturen. En we zien hoe meer stroom dat we doorsturen, hoe meer vermogen dat we gaan krijgen. Tot op een bepaald moment dat hij echt te warm wordt. Nu, we gaan daar een keer naar kijken naar zo'n laser. Dat is niet gewoon laser met veel lijntjes. Dat is een mode-locked laser. En wat wil dat zeggen, die een mode-locked laser? Dat wil zeggen dat de afstand tussen die verschillende lijntjes, dat die altijd exact hetzelfde is. Dus al die lijntjes die je hier ziet, die zitten allemaal op exact dezelfde afstand van elkaar. En als er één lijntje een beetje gaat opschuiven, dan gaan alle lijntjes meeschuiven. En nu, als we die laser willen gebruiken voor communicatie, dan moet dat heel erg stabiel zijn. Wat moet er gebeuren? Die laser, dat is eigenlijk dus al die lijntjes, die mogen niet zo staan wiebelen. Dat is de optische lijnbreedte. En die mogen ook niet zo staan wiebelen. Dat is die afstand, die mag ook niet veranderen. Dat moet heel stabiel zijn. En we hebben dat gemeten, en hoe meten dat? Die afstanden tussen die lijnen, dat zie je nu elektrisch spectrum. En hoe dunner, hoe smaller dat deze lijnen zijn, hoe minder dat die afstand aan het wiebelen is.
En verder kunnen we ook in tijdsdomein meten, want doordat er daar zoveel lijntjes zijn, hoe meer lijntjes dat er zijn, hoe korter dat dat licht wordt. Dus dat licht is geen continue stroom meer van licht, dat zijn pulsen van licht. Dat is licht, 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 licht. En hoe meer lijntjes dat er meedoen, hoe korter dat dat stukje licht is. Dan hebben we dat, dus we hebben die laser gemeten, dat was nog niet goed genoeg. Dat was niet stabiel genoeg voor communicatie mee te doen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een hele ingewikkelde setup gebouwd, wat dat basically erop neerkomt. Dit is onze Modlock laser, in onze chip. En wat hebben we gedaan? We hebben daar een zeer stabiele laser ingestuurd. Een laser met maar één lijntje, die hebben we erin gestuurd. Een rood lijntje. Waardoor dat het licht van onze Modlock laser daar perfect aan blijven hangen is. Aan de ene laser en ook stabiel werd. Nu, als je op dit moment een beetje zo voelt, dat is niet erg. Dit is echt een moeilijk deel van mijn onderzoek, dus dat is heel begrijpelijk als je nu niet meer helemaal mee bent. We gaan de Modlock lasers bijna laten voor wat ze zijn. Maar alleszins, daar hebben we mee aangetoond dat dit goede bronnen zijn voor coherente communicatie. Dus we konden zorgen dat die afstanden tussen al die verschillende tanden, dat die super stabiel was. We konden er ook voor zorgen dat die tanden allemaal tezamen, dat die niet te veel stonden te wiebelen. En we konden dat aanduiden voor meer dan 50 tanden. Wat wil dat zeggen? Dat van die ene laser, die ene Modlock laser, kunnen we eigenlijk meer dan 50 camions vol met informatie laten vertrekken. Dus dat is belangrijk. En dat heb ik daarnet niet gezegd, maar die experimenten hier, dat was even op een ander materiaal. Een materiaal dat we beter kenden dan de quantum dot materiaal. En dan hebben we dat ook een keer geprobeerd met quantum dot materiaal. We hebben zo lasers, opnieuw die lasers gemaakt, die er een beetje ingewikkelder uitzien. Een optisch spectrum, opnieuw breder als één lijn. Nu, we hebben aangetoond dat we met ons quantum dot materiaal, dat we daar die lasers met tanden kunnen maken, met verschillende kleuren licht in kunnen maken. Die lasers werken nog niet perfect, maar het is zeker veelbelovend. Maar daar moeten we dus zeker wel nog onderzoek naar doen. Maar ons quantum dot materiaal, we kunnen dat daar dus mee doen. Dus dat moeten we gewoon nog verder onderzoeken. Oké, ik ga het nog één keer herhalen, zodat jullie het allemaal moeten horen. We gaan optische transceivers maken voor in datacenters. We gaan licht gebruiken, omdat dat camions van informatie zijn, in plaats van elektrische, onze autocus. We hebben daarvoor laserlicht nodig en niet zomaar elk licht, omdat laserlicht ervoor zorgt dat gans de boel van informatie nog niet in de knoop staat tegen het einde, dat we het er nog weer kunnen uithalen. Om in ons datacenter te kunnen werken, kunnen werken bij hoge temperaturen. We moeten dat kunnen maken in hoge oplagen, liefst niet te duur. En we moeten per klein chipje ongelooflijk veel informatie tegelijk kunnen sturen. Ah ja, want anders kunnen we niet allemaal tegelijk 's avonds naar Netflix zitten kijken. In dit werk hebben we daarvoor quantum dots geïntegreerd op silicium. We hebben een fabrikageproces ontwikkeld. Dan hebben we single mode lasers getoond, één lijntje. Multimode lasers, Modlock lasers getoond, verschillende lijntjes. Zowel met quantum wel materiaal, dat zeer stabiel was, als met quantum dot materiaal, waarbij we aangetoond dat het kan, maar dat er nog ruimte is voor verbetering. Voilà, dat is mijn verhaal. Bedankt voor het luisteren en nu is het aan de jury.